Waar mensen dus anders naar zouden moeten gaan kijken is dat Europa traag is en veel gepraat en compromissen en ook wel bureaucratisch. Dat is eigenlijk wel waar. Maar dan vraag je af, is dat nou eigenlijk erg? We maken hier beleid voor 500 miljoen burgers. Natuurlijk is dat een compromis. Als je maar voortdurend alleen maar één model zou opleggen aan al die 500 miljoen burgers met al hun verschillen, dan zou het niet werken. Dus dat je daar lang over moet praten, dat iedereen gehoord wil worden, dat alle standpunten erin verwerkt moeten worden, dat is eigenlijk wel logisch. En dat vind ik ook eigenlijk wel goed zo. En het alternatief is wat we 20 eeuwen lang hebben gedaan, namelijk oorlog voeren. Dus dan vind ik lang praten toch wel beter. Mijn dag bestaat veel uit vergaderen en dat is grote officiële vergaderingen, maar ook heel veel ontmoetingen met mensen van organisaties die zich ergens voor inzetten. Ook mensen van industrie, bedrijfsleven. Bijvoorbeeld krijg ik ook lobbyisten op bezoek van burgerrechtenbewegingen, van privacybewegingen. Amnesty International, Human Rights Watch, Bits of Freedom, noem ze allemaal maar op. Ik ben continu bezig om mijn verhaal ook aan anderen te vertellen, maar ook om gevoed te worden, om mijn verhaal sterker te maken. En zo blijven we in contact met iedereen, omdat we het werk natuurlijk doen als vertegenwoordigers van een heleboel mensen. En het heel belangrijk is om precies te weten wat de input van mensen is, om zo tot een goed afgewogen beslissing te komen. En het is heel belangrijk dat mensen weten waar we mee bezig zijn. Je ziet dat het parlement eigenlijk steeds jonger wordt, steeds diverser, steeds meer gevarieerd. Als je kijkt naar de achtergrond van Europarlementariërs, is die eigenlijk veel gevarieerder dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Want er zitten hier bijvoorbeeld heel veel mensen met een eigen bedrijf, heel veel mensen met een eigen boerderij, zangers, sportlieden, juristen, acteurs. Je kan het niet verzinnen, ze komen eigenlijk uit alle lagen van de bevolking. Als we kijken naar de wereld die steeds meer met elkaar verbonden is, belangrijke dingen die gebeuren, dan is een Europa wat met één stem spreekt heel belangrijk. Als we bijvoorbeeld iets willen doen aan mensenrechten schendingen ergens in de wereld, of als Rusland besluit om de energietoevoer te stoppen, of als Amerika burgerrechten niet respecteert in de oorlog tegen terrorisme, dan ben je veel sterker als je met één stem spreekt dan dat je met 27 verschillende ideeën komt en je ook eigenlijk makkelijk uit elkaar gespeeld wordt. Ik ben bezig geweest met het verbieden van de import van illegaal hout binnen Europa. Doe je dat in Nederland, dan geldt dat voor 16 miljoen consumenten. Doe je dat Europees, dan heb je meteen een blok van 500 miljoen mensen. En het is niet alleen maar het aantal mensen, maar ook de economische kracht die daarvan uitgaat. Dus als wij onze Europese economie duurzaam maken, dan gaat dat natuurlijk zoveel sneller dan wanneer we dat alleen maar in Nederland zouden doen. Daarom is het zo mooi om dat vanuit Europa te kunnen doen.